Ja, wij gaan twee tools gaan we even kort naast elkaar leggen. Er is ook een blog over geschreven. Lees deze eventjes. Er is ergens een link hier beneden. Het is Perplexity AI en ChatGPT. Iedereen kent ChatGPT, maar Perplexity niet. En wat is het meest geniale? Perplexity werkt met actuele data. Want met ChatGPT krijg ik heel vaak te zien van de data die we hebben is voor 2021. En dat vind ik niet heel erg fijn om mee te werken. Ik wil gewoon actuele data hebben. Ik werd geattendeerd op Perplexity AI. Je ziet mijn scherm. Daar heb ik even wat ingevuld in het Nederlands. Wat is de recente impact van AI op marketing? Je krijgt een hele mooie lijst met actuele bronnen. Je ziet ze hier, de eentjes, tweetjes. Daar is de data vandaan gehaald. Je kan erop klikken. Je gaat naar de desbetreffende pagina toe. Je kan lezen. Hij haalt het daar gewoon uit. Dus dit is actuele data, up-to-date. Dat is super interessant. Dat heb je namelijk bij ChatGPT niet. We gaan even naar ChatGPT. Hetzelfde ingevoerd, wat is de recente impact van AI op marketing? Krijg je een leuk lijstje, maar ik wil weten, is het actueel? Want 2021, dat is een paar jaar geleden alweer, ik wil actuele informatie hebben. ChatGPT gaan we wel inzetten nog, maar ik ga even terug naar Perplexity. Want wat gebeurt er nou als deze data, we hebben hem gewoon, gaan we kopiëren. Dat is ook nog super tof, hè. Je ziet ook related artikelen die je kan gebruiken, die je aan je blog kan toevoegen. View sources. Je ziet ze net, daar had ik net ook over, maar je kan ze verwijderen van die wil ik er niet in hebben. Generate opnieuw. Krijg je gewoon compleet nieuw artikel. Maar als we deze eens gaan kopiëren, want ik vind dit geen mooi blog. Ik wil natuurlijk een mooier blog hebben. Met een H1, een H2, en dan verzinnen we maar wat. Gaan we naar ChatGPT met het gekopieerde dus. Gaan wij even de plugin ook installeren. AI PRM. Download die eventjes. Dat is gewoon een Chrome extension. Die heb ik nu opstaan. Wat is het? Dus over ChatGPT heen zijn het allemaal prompts waar je uit kan kiezen. Dus opdrachten die je AI gaat geven. Die zijn allemaal gewoon al voor je geschreven. Super interessant. Wij gaan hier kiezen, want ik wil een mooi artikel schrijven. Rewrite article. Heb ik op geklikt. Plak ik hieronder dus wat ik gekopieerd heb in Perplexity. Gewoon data wat klopt. Ga ik genereren. Hij gaat voor mij bezig. Kijk, hij geeft mij artikel. Zo gaat hij heten. De SEO-titel ook eventjes alvast. En hij gaat voor mij gewoon een mooi blog schrijven. Het interessante is, dit is een prompt die al geschreven is. Die kan je naar de hand, kan je gaan kijken. Ik wil hem aanpassen. Ik wil er een aantal woorden. Nou, verzin allemaal wat. Die kan je dus allemaal aan gaan passen. Maar hij is nu dus gewoon bezig. Hij schrijft voor mij gewoon een blog. Ik wil persoonlijk altijd hier toch even een H1'tje, een H2'tje in hebben. Dat ik gewoon een hele mooie opmaak krijg. Dat ik hem kan kopiëren, plakken en posten. Maar zo zie je dus, nu heb je dus een blog. Met ChatGPT heeft hij herschreven wat er bij Perplexity, dus met actuele data, is gegenereerd. Dus combineer deze twee tools met elkaar. Voor mij superkrachtig. Hoop voor jou ook. En vraagjes, DM even gerust of stel op een andere manier je vraag hierover. Dus dat zijn eigenlijk de twee tools die we vandaag hebben besproken. In onze blog heb ik meer voor- en nadelen eventjes. Hey, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.